Limburg.net is de afvalintercommunale van Limburg en Diest. Limburg.net investeert al jaren in de strijd tegen zwerfvuil. De jaarlijkse zwerfvuilactie Straat.net is dit jaar dan ook weer een groot succes. Dit weekend trokken meer dan 20.000 vrijwilligers erop uit om zwerfvuil te ruimen. 153 scholen en 473 verenigingen staken hun handen uit de mouwen om van Limburg en Diest een properdere plek te maken. Niet alleen langs de weg zien we heel veel zwerfvuil, maar ook langs weiden en langs landbouwgronden. En dat zwerfvuil, dat wordt dan bij het maaien van de wei, komt dat in het eten van de koe terecht. En daardoor kan de koe pijn krijgen, kan ze ziek worden, kan ze doodgaan. Dus wij zijn heel blij dat we dus ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk zwerfvuil voorkomt langs de weien. Gaan we nog even hier kijken? Ook de kinderen van basisschool De Loep uit Diepenbeek zijn al vroeg op pad om de bermen van weiden en landbouwgronden in de buurt van hun school proper te maken. Oké, jongens, dat gaan we nog een beetje verder doen. Ik denk, hebben jullie zin om nog een beetje te rapen? Ja! En ze kregen daarbij de hulp van echte superhelden, Brik en Brit. Ze hebben allemaal dezelfde boodschap. Zwerfvuil kan niet. We zijn hier eigenlijk speciaal gekomen omdat de koeien in de buurt ziek werden. Omdat ze het afval aten dat de mensen achterlieten op straat of die ze in de wei smeten van de koe. Ik begrijp niet waarom dat we een porseleinen kikker in de natuur smijten. Dat kunnen de koeien toch niet opeten, dat is te groot. Misschien kunnen ze dat wel opeten als daar nog stukjes van liggen. Als de boeren dan het gras afwaaien, dan komt dat in het eten van de koeien terecht en dan gaan de koeien dood. En dat willen we niet. Want anders krijgen we geen melk bijvoorbeeld. Of geen koeienvlees. En geen boter en geen kaas. Dus ook geen eten voor ons, hè, van de koe. Als de koeien blijven sterven door al dat afval wat in de natuur komt. Limburg.net zorgt er samen met de gemeente en de mooimakers voor dat het opruimen veilig kan gebeuren met het juiste materiaal. Daarnaast ontvangen de deelnemende scholen en verenigingen een vergoeding van Limburg.net per opgeruimde kilometer. Voor meer info over wat u kan doen tegen zwerfvuil, kan u terecht op www.limburg.net.